Congo Tales vertelt de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van het regenwoud in Congo. Dat gebied, dat wordt al heel lang bewoond, maar de verhalen van de mensen die daar leven zijn eigenlijk nooit opgetekend. Nooit getoond, bij ons in ieder geval nooit getoond. En als je Congo googelt, dan zie je ellende, ebola, moord, doodslag. Terwijl het een heel bijzonder gebied is met hele bijzondere bewoners. De stichting Tales of Us heeft de verhalen verzameld. Dat hebben ze samen gedaan met een Congolese filosoof. En ze hebben Pieter Henket uitgenodigd om daar te komen fotograferen. En Pieter Henket, Nederlandse fotograaf die groot geworden is in New York en daar beroemdheden fotografeert, ook een heel breed spectrum. Die is met zijn hele entourage daarheen gegaan en heeft in de Congo gefotografeerd met alle creativiteit en met alle technische middelen die hem ter beschikking staan. En heeft eigenlijk een soort van 17e eeuwse schilderijen gemaakt van, met die bewoners daar. Het is een tentoonstelling vol met verhalen, vol met licht. Misschien zelfs wel het licht van de Nederlandse schilders van de Gouden Eeuw. De 12 schilderijen van Jeroen Crabbé die wij laten zien bij de tentoonstelling Gedroomde Paradijzen zijn ontstaan naar aanleiding van een reis die Jeroen Crabbé maakte naar Tahiti, Ivaoa en Martinique. Eigenlijk in het spoor van Paul Gauguin en voor de documentaire die hij over Gauguin maakte. Gauguin vluchtte voor de beschaving, voor de industriële beschaving van de 19e eeuw en hoopte op die tropische eilanden het pure leven te ontdekken. Wat heel interessant is aan deze serie van Jeroen Crabbé is dat het echte schilderijen van Crabbé zijn. Het zijn mensenlege paradijzen. De schilderkunst wordt gevierd. Maar aan de andere kant zit er ook een duistere onheilspellendheid in die alles te maken heeft met het romantisch levensgevoel. De fascinatie met gevaar en schoonheid die Gauguin juist dreef naar het andere eind van de wereld. De oprichter van Opgezwollen, een Nederlandstalige hiphopband die geschiedenis heeft geschreven, Styx, toont zijn eerste grote museale installatie in Museum de Fundatie. Het is een volstrekt overweldigende, verontrustende lawine van beeld en geluid die over je heen dendert, met als thema onrust. En die onrust, die kan je met de wereld voelen, maar ook met jezelf en met degene die dichtbij je staan. Natuurlijk laten we ook eigen collectie zien met werken van onder meer Gerard ter Borch, Jan Kremer, Neo Rauch, Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, Karel Appel, Paul Citroen, Charlotte van Palland en Jan Sluiters, Charlie Torop, Ossip Zatkin, Isaac Israels, Frans Mark, Gino Severini en Jozef Klibanski.